Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanmiddag hebben we vrij veel bewolking in het binnenland. In de kustgebieden schijnt de zon wel behoorlijk. De bewolking bestaat uit enigszins gelaagde bewolking, dat zijn wolkenvelden en ook wat stapelbewolking. We zien dat de stapelwolken in de avond geleidelijk aan gaan oplossen. De wolkenvelden blijven nog voor een deel hangen. Een wisselend weerbeeld dus vanavond, in ieder geval wat de bewolking betreft, blijft wel droog. Halverwege de avond is het een graad of 11, komen de daalt de temperatuur naar zo'n 5 tot 6 graden, en in de opklaringen kan er dan mist gaan ontstaan. Dat betekent dat we morgenochtend ook een grijze start van de dag hebben. Dan duurt het een tijdje voordat die mist oplost. En die gaat in eerste instantie misschien ook nog over in laaghangende bewolking. Maar in de middag denk ik dat op heel veel plaatsen de zon toch gaat doorbreken. In het noorden en noordwesten van het land kan het allemaal nog wat langer duren. En als het echt tegen zit, misschien zelfs pas tegen de avond dat daar het verder opklaat. Het blijft wel overal droog en het wordt wat warmer, al 13 tot 15 graden. En dat bij een zwakke tot matige wind uit lopende richtingen. Dan gaan we even kijken naar de weercomputer, naar de luchtdrukverdeling in Europa en de bewolking en neerslag daaromheen. We zien een omvangrijk hoge drukgebied op vrijdagochtend nog boven het zuiden van de Britse eilanden. En als we het in beweging zetten zien we dat naar het oosten toe opschuiven. En de bewolking waar we in eerste instantie nog mee te maken hebben, die verdwijnt in de loop van de zaterdag. En zondagochtend is het dus overwegend helder. En dat betekent dat we een zonnige zondag tegemoet gaan. Maar voor het zover is dus de zaterdag met in eerste instantie wolken, en later zon. In de nacht naar zondag is het helder en dan wordt het behoorlijk koud. Temperatuur net iets boven het vriespunt. Aan de grond kan het een graadje vriezen. Heb je dus vorstgevoelige planten al buiten staan, haal ze nog even een nachtje naar binnen. Zondagochtend... Is het overwegend helder? De zon komt op en dan gaat de temperatuur snel oplopen. In het noorden van het land wordt het uiteindelijk 18 of 19 graden, in het midden en zuiden 20 tot 22 graden. En dat alles bij een zwakke zuidelijke wind. Op maandag is het weerbeeld duidelijk alweer anders. Er komt veel meer bewolking voor en in de loop van de dag komen ook een aantal buien tot ontwikkeling in het binnenland. Het wordt 11 of 13 graden, dus een duidelijke stap terug ten opzichte van de zondag. En wat verder opvalt, is de wind die gaat behoorlijk aantrekken uit een noordwestelijke richting. Die wordt matig en zeevrij krachtig. Op dinsdag ook verspreid buien, ook een beetje zon. Middagtemperatuur rond een graad of 11. En als we dan nog even vluchtig naar de dagen daarna kijken, we zien die duidelijke piek in de temperatuur op de zondag. En daarna is het eigenlijk geruime tijd een middagtemperatuur zo tussen de 10 en 13 graden. De nachten in eerste instantie nog behoorlijk zacht. Maar later in de week en richting het volgende weekende zien we dat de nachten ietsje kouder worden. Dat betekent dat er ook iets meer opklaringen zijn waarin het dus kan gaan afkoelen. En ik kan u ook zeggen, daarbij is de neerslagkans in het tweede helft van de week wat lager. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl